Welkom bij Rijnmond. In sommige winkels ben je zonder mondkapje niet meer welkom. Bijvoorbeeld in de Bijenkorf. Dat vind ik heel vervelend. Kom niet meer terug. Nee, waarom niet? Nee, ik vind het een partypoepen met sporten, met shoppen. Het verpest de sfeer. Aantal toeristen daalt met 80%. Ondernemers dreigen kopje onder te gaan. Ik denk dat iedereen wel begrijpt wat het betekent voor een organisatie, een bedrijf, als 80% van je inkomsten wegvalt. En Hoekse paradijsvogel hamstert eigen voedsel. Het is veel te lang gekookte Albert Heijn boerenkool van C-kwaliteit voor lange termijn bewaring. Voor later te kunnen ruilen met dronken oostblokkers. Welkom bij Rijnmond. Met natuurlijk het belangrijkste nieuws. Ja, het zeer dringende advies om mondkapjes te dragen als je in een winkel ingaat in de hele regio Rotterdam-Rijnmond. Naar de supermarkt is of zo'n winkel als deze. Nou ja, deze gaat zelfs nog een stukje verder. Het wordt zelfs verplicht. Je wordt eruit gegooid als je hem niet draagt. Ja, heel goed als het helpt om de besmetting in te dammen. Dan alleen maar goed, toch? Ja. Dat vind ik heel vervelend. Kom niet meer terug. Nee, waarom niet? Nee, ik vind het een partypoepen met sporten, met shoppen. Het verpest de sfeer. Rotterdamse winkeliers zijn het wel redelijk met elkaar eens en steunen het dringende mondkapjesadvies. Een groot deel, ik denk zo'n 3/4, heeft aangegeven dat zij gehoor willen geven aan dit dringende advies. En dat betekent dat hun personeel een mondkapje zal dragen en dat zij klanten ook zullen aanmoedigen om er eentje te dragen. Als die klanten dat niet doen, niet willen, nou, dan zal het een beetje per winkel verschillen of dat ze werkelijk de toegang ontzegd wordt of dat daar op een andere manier mee omgegaan wordt. Bij supermarkten is het niet verplicht, maar mensen kunnen wel geweigerd worden aan de deur. Hier op Rotterdam-Zuid hebben ze slechte ervaringen met de coronaregels te handhaven. Wij merkten bij de eerste golf dat er enorm veel agressie was in het begin, omdat mensen zich niet aan de regels wilden houden. Daarom zorgen wij nu dat we niet in de winkelpas aanspreken, maar dat we een gastheer of gastvrouw neerzetten elke dag die netjes de mensen aanspreekt, zijn winkelwagen aanreikt, zodat we niet in de winkel een discussie hoeven aan te gaan. En daarmee voorkomen we agressie voor zowel de klant als voor het personeel. En dat zorgt dat rust blijft in de winkel. Een stuk verderop in de regio, in Krimpen aan de IJssel, kijkt het winkelend publiek er heel anders tegenaan. Het merendeel van de klanten in deze supermarkt draagt al een mondkapje. Ik vind dat het veel meer moet gebeuren. Ik heb er geen moeite mee, hoor. Ja, het is wel erg, maar moet jij gaan passen. Ik denk, als het verplicht is, doe ik het. Maar ik heb zelf niet het idee dat het echt helpt, dus dan doe ik het liever niet, zeg maar. Hier in Krimpen wordt je winkelwagentje en je handen ook volledig geautomatiseerd gedesinfecteerd. De supermarktmanager zou het liefst hier zo snel mogelijk een mondkapjesplicht willen instellen. We zien dat veel klanten het nu al doen. Maar wij hopen dat er dadelijk een politiek besluit komt om het verplicht te stellen. En dan is de discussie bij de deur opgelost. En ook dan pas kan je handhaven. Nou, en inderdaad, ik word er dus weer uitgegooid, want ik heb geen mondkapje op. Ze waren niet heel onvriendelijk, hoor. Ik kreeg wel een mondkapje en dan van hunzelf. De komende 3 weken moet de landelijke horeca om 10 uur dicht. Vanaf 9 uur mogen er geen gasten meer naar binnen. En dat geldt ook bij café De Gele Canarie, waar die nieuwe maatregelen als pijnlijk ervaren werden. Zeker na de zomerperiode, waarin cafés, restaurants en terrassen weer goed gevonden werden. Ja, je zag dat de mensen er weer vertrouwen in hadden. Het personeel was weer enthousiast, wij waren weer enthousiast. Nou ja, hoeveel gaat dit ons kosten? Op dit moment zo demotiverend dat je echt afvraagt van joh, hoe lang gaan we hiermee door? Wat gaat het ons kosten? We hebben gisteren heel snel na de persconferentie even een sommetje zitten maken. Even gekeken wat we normaal na 10 nog omzetten. En wat het gevolg is dat mensen niet meer gaan komen. Na 9 mogen ze niet meer naar binnen. Ik denk dat we alle zaken bij elkaar, dat we tussen de 100 en 150.000 euro in ze achteruit gaan. Na de klap die we in het voorjaar al gehad hebben. Ja, hoe lang gaan we dit volhouden? En de vraag is dan ook of de gasten de horeca met de nieuwe maatregelen nog weten te vinden. In ieder geval maakte de barman om 9:45 zijn ronde om iedereen in te seinen dat ze aanstalten moesten maken om te vertrekken. De laatst bestelde drankjes moesten dus snel op. Wel, hij is bijna op. En in mijn geval komt het goed uit om morgen weer werken. Dus voor mij is het prima. Maar ik kan me voorstellen dat het voor heel veel andere mensen een teleurstelling is. En voor de uitbater natuurlijk ook. Want die mist een paar uren omzet. Als je later uit je werk komt, dan heb je geen tijd meer om te gaan. Dus dat klopt wel. Dus je zal minder vaak door de week, denk ik, wat kunnen gaan eten. Omdat je gewoon geen tijd over hebt op de avond. Dat zou kunnen. Uiteindelijk was om 9:45 het café keurig netjes leeg.
En ondanks het vroege sluiten en de weinige gasten blijft het ondernemen in de horeca leuk. Het is het mooiste vak wat er is. Ik vind het nog steeds heel leuk. En ik weet dat ook de mensen die het beleid bepalen dit ook uiteindelijk misschien niet willen. Maar ik vind wel dat we moeten kijken. De mensen zijn sociale dieren. Wij zijn heel erg goed in de mensen een leuke avond, leuke middag, een leuke nacht geven. En dat wordt ons nu helemaal ontnomen. En dat is zeer pijnlijk. Deze zomer was het stil in Kinderdijk. 80% van de toeristen bleef weg bij de molens door corona. Een harde klap voor de Molenstichting. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is zeker een harde klap. Ja, ik denk dat iedereen wel begrijpt wat het betekent voor een organisatie, een bedrijf, als 80% van je inkomsten wegvalt. Ja, dat is heftig. Ja, moeten jullie nu ook gaan bezuinigen? Ja, we moeten gaan bezuinigen. Zeker. Volgend jaar zullen de kosten in evenwicht moeten zijn met de baten. Dus er moet een sluitende begroting liggen. We kunnen niet nog een jaar zo'n verlies accepteren. Dus ja, er zal bezuinigd moeten worden. Zeker. Ook in het dorp bleven de grote massa's toeristen weg. Je kent natuurlijk hier in de klok nog volop eten en drinken. Alles loopt wel. Alleen een stukken minder mensen. Dat is iets wat u nog nooit heeft meegemaakt? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb het alleen maar zien groeien en bloeien. Meer zien worden. 1 bus, soms 2, soms 3 per dag. Ja, en dat hebben we nu helemaal niet gehad natuurlijk. Ja, dat, als dat wegvalt. Maar ook geen feestjes, geen partijtjes, geen bruiloften, geen catering, helemaal niets. Dus ja, we hebben bijvoorbeeld een hele grote tour operator, GTB. Ja, die bezorgt ons heel veel klandizie. Standaard minuutjes. En ja, die hebben ook alles afgezegd voor het hele jaar. Nou, dat zijn echt wel een paar duizend mensen die je mist. Dus ja, het is wel een hard gelag. Ja. Maar ja, we proberen ons best te doen om ondanks alle maatregelen er toch wat van te maken. Maar ja, als we nu ook nog weer eerder dicht moeten. Hè. Ik had net weer een beetje agenda dat je kleine groepjes kon ontvangen volgens alle regels. Ja, ook die vallen nu weer af. Want ja, wie gaat er nou nog een feestje geven? En om 9 uur moet je eigenlijk aangeven, jongens, we gaan sluiten. Dus ja, dat is wel lastig. Ja. Maar ja, het is zoals het is. Scholieren in Vlaardingen hebben de afgelopen weken zitten vouwen voor vrede. Symbool daarvoor is de Japanse kraanvogel. Vredesbeweging PAX nam het initiatief rond de herdenking van Hiroshima en Nagasaki een paar weken terug. Dat het gewoon belangrijk is dat we elkaar allemaal gaan steunen. Vooral nu ook met corona en alles, moeten we elkaar gewoon blijven steunen. En als het dan zo'n vogeltje helpt om te zorgen dat er geen kernwapens meer zijn, ja, waarom niet? Wij proberen Vlaardingen te laten zien dat de vredesbeweging toch probeert echt te zijn, om in beweging te komen voor de vrede. Kinderen willen er allemaal aan meedoen. Dat is los van geslacht, kleur, afkomst, ras. En dat vind ik heel belangrijk, dat iedereen gelijk is. En dat we met elkaar de wereld zijn. En ik geloof in die druppel op de gloeiende plaat. Want een heleboel druppeltjes bij elkaar, dan heb je toch zo'n hele hoop kraanvogels. Ik heb er 227 gebouwd. Pardon! Ja, ik ben er wel echt heel lang over gedaan. Goeiedag, je talent. Ik denk dat het er nu 3500 zijn. En was dat ook een beetje het getal dat je in je hoofd had? Het zijn al meer dan ik gedacht had. Als je het eenmaal heel de tijd al doet, dan wordt het wel makkelijker, gaat steeds sneller. Maar als je begint, dan is het moeilijk. De papieren kraanvogels worden binnenkort aangeboden aan alle Haagse politici met de boodschap kernwapens de wereld uit. Ik heb een flinke duw in mijn rug gekregen van premier Lubbers. Ik weet nog dat we in Den Haag met zo'n 100.000 mensen hem de rug toekeerden. En toen ben ik het podium opgeklommen en heb hem een gedicht gegeven van het kleine meisje van Hiroshima. En meneer Lubbers heeft mij toen een brief teruggeschreven dat hij dat in de wandelgangen van de Tweede Kamer zou ophangen. En daarna is hij op mijn school geweest, Spieringshoek. En daar heeft hij tegenover zo'n 300 leerlingen het woord gevoerd. Toen heb ik een duw gekregen. En dat vergeet je niet. Het was natuurlijk echt superleuk dat we dat hebben gewonnen. En het was nog niet echt tot me doorgedrongen dat we hadden gewonnen. Maar nu begin ik het wel langzaam te snappen dat we hebben gewonnen. De 13-jarige Jaida uit Barendrecht heeft afgelopen zaterdag het Nederlands Junior Songfestival gewonnen. Als lid van de girlband Unity zong ze in Ahoy het nummer Best Friends. De sfeer in de concertzaal was wel apart. Het was natuurlijk wel jammer dat er geen publiek was.
Maar aan de andere kant was het ook wel weer fijn. Want dan kon je echt gewoon focussen op je act. En had je niet gillende mensen die naar je keken. Maar ja, het was natuurlijk ook wel heel erg jammer dat er geen publiek bij kon zijn. Wie er wel bij waren, zijn onder andere Ronnie Flex, Buddy Vedder en Duncan Lawrence. Van deze grote artiesten heeft ze één belangrijke tip gekregen. Nou, gewoon genieten. Geniet van het moment, want je staat maar één keer in Ahoy. En ja, dat heb ik ook echt gedaan. Nu naar de finale, hè? Ja, hoe gaat die finale eruit zien? Ik weet niet of ik al alles mag vertellen. Maar wat ik wel weet is dus dat we dan allemaal in ons eigen land moeten doen. En dat je een bepaalde tijd moet je een video opgestuurd hebben. En dan gaan ze dat allemaal bij elkaar zetten. Okay. En dat wordt dan uiteindelijk één optreden. Ja. En anders dan bij het normale of het volwassen Songfestival, mag je op je eigen land stemmen? Ja. Ja. Ja, klopt. Dus wat moeten de mensen thuis doen? Zeker op ons stemmen natuurlijk, want we willen natuurlijk wel in de top 3 komen en het liefst eerste. Dus ja, we gaan het allemaal zien. Ja, er is natuurlijk geen betere raad als voorraad. Hoe heb je? Petri Jacobs is misschien wel het kleurrijkste figuur in Hoek van Holland. De paradijsvogel leerden we tijdens de zomertour kennen als de bellenblaasman. Petri verzamelt thuis van alles. Ook zijn eigen voedsel, want er schijnen duistere tijden aan te komen. Ik ga het hier passato maken, jongen. Passato? Ja, gewoon gezeefde tomaten. Die kook ik helemaal in puin. En dat is de pot vanavond? Dit ga je eten? Nee, dat gaat de kelder in. Wat heb je allemaal in je kelder dan? Dat is mijn verzameling houdbaar voedsel. Want ik zweer bij mijn eigen voedsel, dus... Houdbaar voedsel? Verwacht je een ramp? Ja. Dus wat ik doe met mijn voedsel en hamster en zo, dat is niet van vandaag of gisteren. Dat zit in je, weet je niet? Dus sommige leiden... Vetskundmonnen? Ja, sommige leiden worden helemaal neurotisch. Dus ik zal er even instappen voor je. Dan kun je zo... Dan kun je bekijken, alles waar zelfgemaakte etiketten op zitten, die zijn van mijn eigen producten. Deze is leuk. Ja, dat is veel te lang gekookte Albert Heijn boerenkool van C-kwaliteit voor lange termijn bewaring. Voor later te kunnen ruilen met dronken oostblokkers. Ja dan? Hey, kijk wat hier nog staat. Maximum zout en E300. Voor 2015. Hey, half mislukte druivensiroop voor noodgevallen. Hey, moet je deze kijken. Dubbel getrokken biologische reebokbouillon. Ik heb dat, kijk hier. Gevonden kersen. Maar de gemiddelde mens, die hebben natuurlijk geen donder in huis. Dus ik laai jou film in mijn kelder. Maar houd er rekening mee dat als de pleuris uitbreekt en lui hebben 2 dagen niet tevreden gehad, dat ze in staat zijn om je voordeur in te trappen omdat ze weten dat ik 30 blikken sardines heb. Maar dat risico neem ik. Dat neem ik willens en wetens. Dit was het nieuws op Rijnmond. Bedankt voor het kijken. Of blijf nog even kijken, want straks een programma met DJ Ferry Korsten. Ja, toch niet dan. Er wordt het hemd van het lijf gevraagd, behalve zijn mondkapje natuurlijk. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.